Matthijs van Nieuwkerk, de gerenommeerde Nederlandse presentator, bevindt zich in een televisiedilemma. Na zijn vertrek bij de publieke omroep NPO 1, waar hij jarenlang de succesvolle talkshow De Wereld Draait door presenteerde, leek een nieuwe carrière bij RTL in het verschiet te liggen. Echter, Privster journalist Jan Juriet heeft een duidelijke boodschap voor Matthijs, verdwijn van het televisiescherm. Jan Juriet, bekend om zijn scherpe analyses en ongezouten mening, vindt dat Matthijs de eer aan zichzelf moet houden. Waarom blijft hij zichzelf blootstellen aan kritiek en negativiteit? De mensen willen hem niet meer. En dat is overduidelijk, verklaart Jan in de podcast strikt privé. Volgens Jan heeft Matthijs al het hoogst haalbare bereikt op de Nederlandse televisie. Hij was de onbetwiste koning van de talkshows en genoot een enorme populariteit. Nu is het tijd om een andere weg in te slaan. Stap gewoon in de auto en verdwijn, adviseert Januari misschien kan hij in België aan de slag. Of nog beter, ga naar Frankrijk. En waarom Frankrijk? Omdat Matthijs een passie heeft voor Parijs. Hij is helemaal gek op die stad, zegt Januari, laat hem daar mooie boeken schrijven over Franse sterren en het bruisende leven in Parijs. Maar stop met het lonken naar de televisie. We willen geen herhaling van het gedoe met Jan Slachter. Cossier, de host Jordi versteegde voeg toe dat Matthijs een briljante tv-maker is, maar Jan blijft onvermurbaar. Het is wel klaar, benadrukt hij. Hij moet de eer aan zichzelf houden en iets nieuws gaan doen. En dan is er nog het mysterie rondom Matthijs vertrek bij RTL. Volgens Jordi was het geen vrijwillige keuze. Ik vraag me af in hoeverre de beslissing echt bij Matthijs lag. RTL zat duidelijk met hem in hun maag. Als ze toch doorgaan, krijgen ze weer alle ophef over zich heen. Kortom, Matthijs van Nieuwkerk staat op een kruispunt. Zal hij luisteren naar Jan Juriet en zijn televisiecarrière vaarwel zeggen? Of zal hij toch nog een verrassende wending nemen? De tijd zal het leren, maar één ding is zeker. De Nederlandse televisiewereld houdt zijn adem in.